Leuk om even te kallen met Twan Huis, die natuurlijk al decennia lang weg is uit Limburg, maar die nog super geer plat kan, en Twan. Zo is het, Ruud. Ja, nog steeds. Ja. Zeker. Kan ze het ook nog veel? Nou, eigenlijk alleen met mijn pap en mam en met mijn zuster. En dan helpt het eigenlijk op, ja, tenzij ik aanvrijs van Amsterdam wil groeien naar Horst. En als ik daar Lu tegenkom, dan praat ik natuurlijk ook weer in mijn dialect. Trouwens, mijn dialect wat ik spreek is voorkomen een verbastering van Venlo's, het dialect in Houtblierik en een beetje Zevenhems en een beetje Horsters erin. Dus voor de taalpuristen of de dialectpuristen ben ik in een ramp. Ja. Maar dit is wat ik spreek, was er nou huurs. Maar ligt dat dan dicht, want dat ze makkelijk metkluurs met Angerlu, zeg maar? Nee, het heeft te maken met het feit dat mijn vader kan het grubben voor en mijn moeder uit Houtblierik. En er is toch een fractie verschil. Maar we spraken toen is het Venlo's dialect. Ik zong ook altijd mee met de Venlo's carnavalsplaten. Maar we woonden in Horst en dat dialect was weer totaal anders. En ik merkte al snel op de lagere school, als ik Venlo's dialect sprak, dan waren er toch wel enorme problemen plotseling in de groep. Ja. En dat kon ook wel uit de hand lopen. Nee, ik bedoel, iemand die het Horst dialect sprak op die lagere school, die huurde dan helemaal bij en of erger. Dus dat is moeten knokken daarvoor, Twan, voor een beetje erkenning. God. Nou ja, nee, ik heb doorgeschakeld. Ik ben doorgeschakeld naar het Horsteldialect op school en op straat. En als ik toes kwam, dan sprook ik weer Venlo's dialect. Ja, er zit dus toch een soort talenknobbel in, begrijp ik. En een enorme talenknobbel, ja. Vooral voor dialect. Ja, zeker. Nee, nee. Maar het is wel grappig hoe dat gaat. Ik bedoel, het verschil is natuurlijk zo'n Groerdal. Ja, dat herkende iedereen in Limburg. 4 kilometer verderop is het alweer totaal anders. En natuurlijk, kinderen op een lagere school, zeker de NRC, die willen natuurlijk allemaal op elkaar leken. En er wil ze niet een uitzonderingspositie innemen. En dat was aan de hand van mijn dialect, was dat wel zo. Dus in het kader van de overleven heb ik me aangepast. Ja, hey, Twan, dus het zal flink gaat joren natuurlijk in het landelijke mediawereldje. Ik denk misschien wel dat het zo wordt toen Stoeda aankomt, dat ik nog wordt opgedragen om de zachte G-droet te slopen, of niet? Nee, ik kwam eigenlijk precies op het goede moment. Want op het moment dat ik Stad Radio Amsterdam, dat was zeg maar het L1 van Noord-Holland, ja, of van Amsterdam. Toen ik daar kwam werken, daar word ik wel, er wordt dikker gebeld door luisteraars van, zeg, kan die Limburger van de zender af? Dit is een Amsterdamse radiozender. En als ik nou naar een opname luister, heel sporadisch doe ik dat wel eens, dan denk ik ook wel van, ja, ik had toen wel een heel zwaar accent. En het tempo van mijn spraak loog ook wel heel veel troger dan wat het nou is. Dus ik heb me in de loop van de jaren ook doorin aangepast. Maar wat wel leuk was, toen ik naar Hilversum ging, dacht ik van, nou wil ik toch wel logopedie nemen om van die zachte G af te komen. En het eerste wat een van de mensen zei die ik daar tegenkwam, oud-presentator Judith Bos, dat zei, dit is helemaal besodemieter. Dat soort flauwekul, dat doen we er maar aan. Ik vind het hartstikke mooi, dat is een prachtige stem. En die zachte G is geen enkel probleem. Dat maakt rustig bis en dat is charmant. En daar ben ik hem altijd dankbaar voor geweest, dat het dat tegen mij gezegd heeft. Want anders had ik misschien ook wel op een verkrampte manier geprobeerd met accenten uit te rammen. Ja. En ik ben blij dat ik dat nooit gedaan heb. Kijk, natuurlijk de lui die voor me kwamen, zoals Hubert van Hoog en Felix Meurders, ja, dat kostte echt niet aan huur op de radio dat die uit Limburg kwamen. Maar toen ik kwam, was het geen probleem meer. Het moest natuurlijk niet te gek weren, maar de zachte G hoefde niet meer verstopt te weren. Ja. Zie je het ook, Twan, een beetje als een merk of zo? Helemaal niet. Nee. Dit is weer zoals ik ben. Ik bedoel, goh, ja, de kind zijn die uiterlijk en die spraak. Kind ze ja, tegenwoordig heel veel veranderen. Natuurlijk de kind plastische chirurgie nemen en die doorverven. Dat laatste doe ik niet en het eerste ook niet. En ik pas ook niet mijn accent aan. Ik kom uit Limburg en dat vind ik helemaal niet een bezwoor. En dus dat mogen mensen prima huren, geen probleem. Ja, nu huur ik Lu wel eens zagen, dat zijn meestal Limburgers trouwens, dat de afstand Limburg-Randstad korter is dan Angersum. Is dat nog zo, Twan? Vingen Lu in de Randstad Limburg wiet weg en eigenlijk een beetje een andere wereld, zeg maar? Zeker, tuurlijk. Nee, dat geldt in de mediawereld absoluut. Terwijl er heet toch ook heel veel Limburgers, maar ook ja, nu ten Achterhoek en Groningen en Friesland rondlopen. Dus het selectiebeleid vroeger was het echt van, ja, dan moest toch ABN spreken. En ABN bestaat helemaal niet, algemeen beschaafd Nederlands. Maar ja, door mij wordt dan bedoeld de taal die mensen spreken in Haarlem. En dat was vroeger, was ze huurden op radio en televisie. En nou is dat helemaal niemand zo. Maar
even de andere kant van die vraag is van... leed Limburg ver weg voor bijvoorbeeld nieuwsmedia, voor het NOS-journaal of RTL Nieuws of voor de actualiteitenprogramma? En het antwoord is ja. Er werden veel minder reportages gemaakt in het zuiden en in het noorden dan over de Randstad natuurlijk. Ja. Dat is ook een structurele kritiek op Hilversum. Ja, dat is dus deels terecht, maar goed, doe zit er als Limburger tussen. Doe kets natuurlijk toch, ik ken me dat zo voorstellen, in een redactieoverleg toch wel eens roepen van, hey jongens, er is ook iets als de provincie. En hoeven het eens hier Limburg te zien. Zeker, maar dat heb ik ook altijd gedaan. Als het ging om journalistieke onderwerpen, maar ook, goh, ik bedoel, Geer Reinders is uitvoerig in een reportage te zien geweest bij Toen nog Nova, de opvolger van Nieuwsuur. En ik heb altijd gekeken naar wat gebeurt er in de provincie, niet alleen in Limburg, maar ook in andere provincies, omdat ik het zelf als provinciaal, wat natuurlijk ook alweer een lelijke connotatie heeft, dat woord. Want provinciaal wordt natuurlijk ook uitgelakt als dom, achterlijk en weet ik veel wat. Je weet het wel beter, Twan. Zo is het. Maar kijk, dat is de ene kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat Limburgers natuurlijk ook leren aan het Calimero-effect. Ja, dat is natuurlijk ook heel duidelijk. Dat weten we, ik weet niet of het werd, maar dat weet ik in ieder geval. Ja. Limburgers onderschatten zichzelf ook. En maken zichzelf ook kleiner dan noodzakelijk is. Dus dat is ook, dat is de andere kant van het verhaal. Ja, dus we moeten onze PR wat tegen betreft gaat beter gaan verzorgen. Nou, ik zie Lever niet hebben dat het PR is, maar dat het gemeend is. Dus niet een PR-actie, maar laat ik zien. Dat geldt voor iedereen, hoe zou ik vanavond kunnen, maar... Wees niet bang en door niet introvert te zien. Ik bedoel, iedereen is zo onzeker als de pers. Als ze dat werd, dan kan ze gewoon verroetstormen en doen wat ze leuk vinden ze te doen. Twan, ik spreek je nu toch even naar dicht. Zijn er nog dromen, plannen, ambities die eraan zitten te komen, zeg maar? Geest zelfs nog verrassen met dingen? Zeker, ja zeker. Nee, ik probeer vooral mezelf te verrassen in de hoop dat het dan ook mooie programma's oplevert. En wat er aan zit te komen is de programma's die ik al presenteer. Zoals Buitenhof bijvoorbeeld, ja. Komende zondag op NPO 1. Om even reclame te maken. Zeker, wat mij na aan het hart leed. Komt er een documentaire serie aan vanaf half april. Van 6 afleveringen. En die gaat over iets wat ik essentieel vind op dit moment. Die gaat over 6... grondstoffen, hoe we niet zonder kunnen, maar die een puinhoop maken van de omgeving, hoe ze gedolven weren en verderop ook nog. Het gaat over olie, gas, kobalt, goud, steenkolen, die was bekend natuurlijk ja. In de minestreek, en over rare earth, zeldzame aardmetalen. Dat klinkt heel abstract, maar we hebben onderzoek gedaan met een team van journalisten naar wat ik al zei, van hoe kunt het vanavond weer verdienen eraan en wat gaat er allemaal fout? Nou, het is vrij ernstig, wat kan ik dit vertellen. Die serie die komt half april en daar verheug ik me op. En nog ietsjes meer, half mei begint een nieuwe serie van College Tour. Ja, best wel druk op het nest. Nou ja, het nest, ik vind dat ze in die leven op heel veel nesten kind gaan zitten. Ja. Maar dit is wel een nest wat ik jammer van 2 jaar geleden los te laten. En heerlijk dat ik daar weer eikens op kan uitbroeden in die beeldspraak. Ja, zeker. En als ze dan ook al gasten geboekt voor deze serie, of is dat nog bezig? Nou, dit treft het, want we zitten midden in een redactievergadering van College Tour. En we zien al gasten die al hebben toegezegd. En we zien met een aantal spannende gasten bezig die op het punt staan hopelijk toe te zeggen. En weer dat zien, daar kan ik niks over vertellen, nee. Want dat doen we altijd in ene keer... vlak voordat de uitzendingen beginnen en in de hoop dat dan heel veel studenten in Nederland reageren van oké, dan wil ik hier bezig. Oké. Zit er wel in de droomgas van dichtbij? Absoluut. Oké, dat is cool. Dat gaan we vervolgen, Twan. Hey, tot slot, ben je druk bezig door en het zijde gegund voor kiekgeernoding programma's, maar zie ze zichzelf ooit nog lekker oldie in Limburg, zeg maar zagen, rustig op het platteland en zo? Of zit dat er niet meer in? Al heel lang gaan we ieder jaar wandelen in Zuid-Limburg. Vorig jaar heb ik een boek gepubliceerd ook over wandellust. En mijn favoriete plek van onze familie is eigenlijk het Gerendal in de buurt van Valkenburg. Bij Schinopgul. Tussen Schulder en Schinopgul om precies te zien. En iedere keer, dat geldt voor de hele familie, als we de Rijksweg bij Schinopgul rechts afbuigen, de Gerendalse weg op, dan ga je het hart open. En dan denk ik van god, hey, zie ik toch ooit wel een keer willen wonen. Het probleem is dat er maar 2 huurstoren en die zien van Staatsbosbeheer. Dus daar helpt het dan op. Maar ik ben al bijna 20 jaar ben ik verslaafd aan Funda, Zuid-Limburg. Dat kijk ik er een dag naar. In de hoop dat er ooit een keer
romantische vakhuis, vakwerkhuis Huisgetussentijd in Zuid-Limburg, hoe ik me dan in kan nestelen. Ja. Dus dat is een goede vraag van dich. Ik droom er al heel lang van.